Bijna stond Nederland in de finale van het WK-voetbal. Argentinië was na strafschoppen te sterk voor Oranje. In een café in Beringen werd vol spanning gekeken naar de halve finale. De café-eigenaar had zich voor de WK-duels van het Nederlands elftal getransformeerd tot Wes van Gaal. Vol goede moed begon men met kijken. In de rust konden de bezoekers de spanningen van zich afgooien door de café-eigenaar, verkleed als Argentijnse bondscoach, van een balk af te schieten. Ook in de tweede helft tegen Argentinië kreeg Oranje weinig kansen. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing geven. Ronvlaar mist de eerste strafschop van Nederland. Als de doelman van Argentinië ook de bal van Wesley Sneijder stopt en Argentinië het vierde doelpunt raak schiet, is het WK-avontuur voor Nederland voorbij. De teleurstelling in Beringen is groot. De versierselen kunnen weer worden opgeborgen en Wes van Gaal heet weer gewoon Wes van Rijt.